Hey, hallo allemaal. De laatste dag van mei. En het weer ziet er vandaag opnieuw erg wisselvallig uit. Een lage drukgebied op de Noordzee beïnvloedt ons weer. Het stuurt met een koele noordelijke wind storingen en buienlijnen op ons af. Er is in de loop van vandaag heel veel bewolking. Soms is een kleine knipoog van de zon, maar de wolken overheersen. En van tijd tot tijd zijn er perioden met regen en of buien te verwachten. Dat kunnen soms echt wel intense buien zijn. Er is zelfs een kleine kans op een donderklap, al acht ik die niet heel groot, maar ik geef hem wel eventjes mee. De temperaturen zijn ronduit koel. We starten de dag rond 12, 13 graden, dan sukkelen die temperaturen omhoog naar een 15, 16. Heel misschien met wat meewerking van de zon lokaal een 17, maar hou het maar eerder op die 15, 16 en dat is koel voor de tijd van het jaar. Verder ook redelijk wat wind uit het noorden. Die wordt matig, zelfs af en toe vrij krachtig. Aan de kust sowieso vrij krachtig tot krachtig. En daar zijn zelfs uitschieters mogelijk van 50, 60 km per uur. Dat weerbeeld houden we de hele dag vast en ook vanavond en vannacht. Aanhoudend zwaar bewolkt tot betrokken met perioden van regen, soms intense buien. Bij zachte minima dan weliswaar, door de wolken en de wind blijft het zacht, 12 tot 13 graden. En die wind die is er nog steeds, nog altijd uit de noordelijke richting. En zeker aan de kust is die vrij krachtig tot krachtig met nog altijd die piek in. Morgen niet veel beterschap. Het wordt echt een treurige zaterdag. Veel wolken, perioden met regen of buien. In de loop van de middag verwacht ik wel dat het aan zee wat beter wordt. Dat daar de meeste buien verdwijnen en dat er wat opklaringen komen. Maar een bui blijft toch zeker mogelijk. En de temperaturen morgen, ja, die zitten zelfs nog een graadje lager dan vandaag. 15, 16 graden. Echt het hoogst haalbare. Bij nog altijd een pittige wind uit de noordelijke richting. In de nacht naar zondag verdwijnen de buien dan geleidelijk aan. Een hoog drukgebied boven de Britse eilanden spreidt zijn tentakels wat in onze richting uit. En zondag en maandag moeten we daar dan kunnen wat van profiteren. Zondag en maandag zouden droge dagen moeten zijn, of toch zo goed als. Want met de huidige onstabiliteit sluit ik toch een lokale bui zeker niet uit. Maar de zon keert weer en we krijgen vooral zondag en maandag toch wel meer zon te zien. Zeker in de kustgebieden, maar ook landinwaarts zal ze toch wel komen piepen. De temperaturen doen het dan iets beter. Met wat zon erbij haal je deze periode van het jaar toch al gauw een graad of 18. Maar een 20 bijvoorbeeld, goh, dat wordt echt te moeilijk. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Nu, voor volgende week dan schuif ik er de pluim bij. En helaas, zoals ik gisteren al aangaf, die pluim gisteren was vrij positief, maar die weerkaart er niet. Dus ik vrees al voor een verslechtering. En je ziet vandaag inderdaad die verslechtering en die pluim opduiken. Als je kijkt volgende week, ja, daar zijn dan toch weer neerslagsignalen, zoals ik al aangaf en vreesde. Het zijn geen super neerslagsignalen, maar wat niet is, kan natuurlijk nog komen. En de temperaturen, ja, die hebben toch ook wel een duw gekregen. Je ziet duidelijk dat die opgaande trend die er gisteren nog was verdwenen is en dat we in tegendeel zelfs in de loop van volgende week weer lagere temperaturen zien komen. Eigenlijk een logisch gevolg als je naar de weerkaart kijkt, want een nieuw lage drukgebied nestelt zich boven de Noordzee en gaat ons weer negatief beïnvloeden. Het is pas op langere termijn dat die opwarming er weer in zit, maar dat hebben we al eerder gezien en daar blijf ik voorlopig zeer voorzichtig in. Ik zie voorlopig geen echt grote structureel andere weerkaarten, dus ik vrees dat dit wisselvallige weer nog wel een tijdje zal aanhouden. Niettemin, ik wens je toch een fijne dag toe en bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dag.